Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Althans, heren. Zijn er wat heren? Vooral dames, maar ook wel gelukkig een aantal heren. Heel fijn. Hartelijk welkom bij Paagman. Mijn naam is Fabian Paagman. Ik ben vanavond uw gastheer. En we zijn buitengewoon vereerd dat we hier te gast hebben Diane Koster, die hier haar tweede boek gaat presenteren. We hadden het er net al even over in het voorbabbelen. Dat bij haar eerste boek, wat ze in eerste instantie een eerste beheer uitgaf, en wat wij hier toen op de plank mochten liggen. En als je dan nu een paar jaar verder kijkt, hoe een vlucht dat heeft genomen, dat is toch echt wel onwaarschijnlijk en heel erg bijzonder. En dit illustreert wat mij betreft ook dat het gaat niet alleen om de inhoud, het gaat niet alleen om het verhaal. Het gaat niet alleen om het boek, wat natuurlijk gewoon een goed boek is en wat goed is geschreven. Met veel belangrijke en nuttige en bruikbare informatie. Maar minstens zo belangrijk is natuurlijk de drager, de verteller. En wat dat betreft, u weet dat waarschijnlijk nog beter dan ik. Maar wij komen toch ook elkaar regelmatig tegen hier in de winkel. Is Diane Koster een geweldige ambassadrice. Dus des te meer plezier ook voor ons om haar hier vanmiddag of vanavond te mogen ontvangen. En dan wat mooi dat dat ook nog eens een keer tijdens de boekenweek kan. Want dan kunnen wij u ook nog een extra cadeautje geven wanneer u besluit om dit boek aan te schaffen. Vanavond krijgt u het boekenweekgeschenk erbij cadeau. Dus nou, kan niet op. Zo dadelijk gaan we starten met de presentatie. Zal Diane Koster hier het verhaal aan u gaan vertellen. Als dat dan is afgelopen en de presentatie heeft hier op het podium plaatsgevonden, dan is er gelegenheid tot signeren. Dat doen we in de boekwinkel, dus dan nodig u uit om een stukje die kant op te lopen. En niet geheel ontoevallig komt u dan precies langs ons café, waar u door de uitgever een kleine borrel wordt aangeboden om het heugelijke feit van de geboorte van dit boek te vieren. Tot zover mijn woorden. Wat mij betreft gaan we over tot waar u wel voor gekomen bent. Wil ik u vragen om uw telefoon hier op stil te zetten. Wil ik u vragen om een zeer warm welkom voor Diane Koster. Vorige keer had ik dit gemist, dus ik dacht, dat laat ik me niet nog een keer gebeuren. Zo. Dat heet pak je moment. Wat een applaus, zeg. Oh, oh. Ja, super dat jullie er allemaal zijn, ondanks de ontmoedigingsmail. Waarbij er meteen 50 mensen mij zeiden van, nou, ik hoor dat het zo druk wordt, dan mis je mij niet, dan kom ik maar niet. En dadelijk heb ik geen stoel en ik kom van ver. Wie had ooit kunnen denken, terwijl ik met heel veel liefde en plezier in Bronneval aan het werk was als verloskundige, en verloskunde altijd als mijn hobby zag, en dacht, dit blijf ik voor altijd en altijd doen. Kwamen er vrouwen op mijn pad waarvan ik dacht, ah, jij kan wel wat meer gebruiken dan wat ik je als verloskundige kan bieden. En als ik vrouwen voor een echo stuurde, dan gingen ze. En als ik zei van, goh, misschien is het een idee als je naar de bekkenfysiotherapeut ging, dan gingen ze. En als ik zei, misschien is het een idee om met iemand te gaan praten, dan zag ik ze een maand later en dan waren ze niet gegaan. Dus toen dacht ik, nou ja, daar is blijkbaar een drempel die te hoog is. Laat ik dan zorgen dat ik ze zelf iets meer kan bieden. Dus ik ging een coachingsopleiding volgen en me specialiseren tot vrouwencoach. En met heel veel plezier werkte ik in Bronneval. Maar daar was helaas niet echt de ruimte om die coachingspraktijk verder op te zetten. Ik moet even wat drinken hoor, die emoties. Ik krijg de mens dorst van. En ja, hoe ik dat voor mezelf recht heb gebreid, want ik vond het natuurlijk allemaal heel moeilijk hoe dat ging, is a brick wall is only there to show you how determined you really are. En eigenlijk kwam ik die brick wall, die stenen muur, tegen en dacht, ja, je kan wel zeggen dat dit niet kan, maar ik kan ook over de muur heen. Ik kan onder de muur door. Ik kan een gaatje maken in die muur. En ik dacht, nou, hè, ik ga het boek
schrijven, omdat er zoveel vraag was en ook voor sommige mensen de stap naar een coach te ver was. Dus oké, dat boek. In eerste instantie in eigen beheer uitgebracht, samen met Niek. Nou, dat heb ik vorige keer verteld. Niet gehinderd door enige kennis en niet wetende dat dan dat boek never nooit in een boekwinkel te liggen komt, tenzij je een bekende Nederlander bent. En daar wil ik Paagman ontzettend bedanken dat zij me de kans hebben gegeven om hier vorige keer die boekpresentatie te doen. Daar moest wel een beetje voor zeuren. En dat snap ik ook. Totdat Fabian zag hoe fantastisch dat boek was opgemaakt. En toen zei hij, ja, dat ziet er echt ongelooflijk goed uit voor een boek wat in eigen beheer is uitgebracht. Ja, dankzij Niek. Dat boek, en dan ging ik ergens lezingen geven, want het lag natuurlijk nergens in de boekwinkel. Lezingen geven en dan achter een tafeltje dat boek signeren. En wat blijkt, verloskundigen en gynaecologen, het zijn net mensen. Dat zou je niet verwachten, maar die gingen dat boek lezen. Die zeiden, goh, daar heb ik eigenlijk ook wat aan. Weet je wat, ik ga dat boek op een receptbriefje voorschrijven aan deze en gene. En zo is dat boek bij mensen terechtgekomen en bij steeds meer mensen. En toen werd het eigenlijk een beetje te groot. En toen dacht ik, misschien is het dan toch wel handig dat we er een uitgeverij bij betrekken. Die schijnen daar verstand van te hebben. En toen had ik het geluk dat er twee uitgeverijen, of drie eigenlijk, op mijn pad kwamen. En dan moet je gaan kiezen. En Katrien van de uitgeverij in België, van Lano. Ik had heel veel boeken in mijn kast staan van Lano, dus ik dacht dat is goed. En ik vertelde Katrien hoe mijn eerste boek tot stand was gekomen. En toen had ik tranen in mijn ogen. En toen had zij ook tranen in haar ogen. En toen dacht ik, die is goed. En dat is eigenlijk de reden geweest dat ik nu dus bij Lano ben. En dat is nog steeds goed. Het is heel bizar als je al zo gelukkig bent dat je een hobby hebt, de verloskunde. En dan komt er ook nog een roeping overheen en dat is coaching. In de aanloop naar het eerste boek was het ook wel een verdrietige tijd, want mijn schoonvader is overleden. En mijn goede vriendin Wil, die mij het eerste boek zou uitreiken. En ook dat was toch wel een brick wall, want ja, hoe moest dat dan? En toen was het eigenlijk zo mooi, die eerste avond hier in Paagman. Dat is echt een van mijn mooiste herinneringen. En een heleboel van jullie waren daar ook bij. Dat uiteindelijk de mensen die zo dapper zijn geweest om hun verhaal te delen in het eerste boek, naar voren kwamen om het boek in ontvangst te nemen. Dus je voelt hem al aankomen. Goeie dingen moet je herhalen. Maar goed, wat heeft dat boek me gebracht? Nou, ik werd in België geïnterviewd door de Gezinsbond. Nou, ik hoop dat we dat in Nederland ook ooit krijgen. Het is een soort vakbond of een ministerie voor ouders en gezinnen. Echt briljant. En dat was zo'n leuk gesprek. En toen heeft de Gezinsbond mij als het ware geadopteerd. En dat schijnt, heb ik van Katrien begrepen, best bijzonder te zijn dat Belgen Hollanders adopteren. Want daar moeten ze eigenlijk meestal niet zo heel veel van hebben. En de eerste keer dat ik zo'n lezing ging doen voor de Gezinsbond, wist niet wat me overkwam. Daar was Katrien ook bij. Daar stonden wel 20 vrijwilligers. En die hadden alles helemaal voor elkaar. En toen gingen we daar die zaal in en er was echt een theaterzaal. En dat wist ik natuurlijk wel, maar toen was het ook echt een theaterzaal. Dus ik zat daar in die lege theaterzaal en dacht ik, die mensen die komen voor mij. Ja, en dan krijg je als vrouw last van het impostersyndroom. Ik weet niet of jullie het kennen. En dat is eigenlijk dat je dan denkt, maar als ze nou echt zouden weten dat ik eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen heb en niet zoveel weet. Och, wat een verantwoording. Nou ja, dat ging ik vertellen. En dat was eigenlijk hartstikke leuk. En dat ging maar door, die gezinsbondavonden. Echt hilarisch, want dan was ik weer mijn lippenstift vergeten. En dan ging er zo'n hele vrijwilliger van de gezinsbond stad en land af om ergens voor mij een rode lippenstift te scoren. Die heb ik tegenwoordig standaard in de auto. Ik kwam in een oude mijnstad en daar kreeg ik helemaal, was alles geregeld. En een tour door de mijnen en heel België ontdekt. Super gaaf. En wat schetst mijn verbazing, dit jaar mocht ik terugkomen. Ja, helemaal gaaf. Om twee keer zo'n tournee. Ja, het idee jongens, een Belgische tournee. Echt gaaf. Maar goed, wat gebeurde mij nog meer sinds dat boek?
Ik werd gevraagd voor bedrijven om inspiratiesessies te geven. En een van de bedrijven die dat vroeg was op een gegeven moment Nationale Nederlanden. En ik was al bij Randstad geweest en bij de ANWB. Dus ik dacht, nou, hè, ik weet wat ze bedoelen. Dus ik had verder niet echt gevraagd wat ze bedoelden. Dus ik dacht dat ik wist wat ze bedoelden. In het eerste boek noem ik dat Nivea, niet invullen voor een ander. En dat moet je vragen. En Jules zit hier ergens ook in de zaal. En Mirjam ook. Dus toen kreeg ik een aankondiging. En daar stond op, het is een powervrouwensessie. Dat is wat anders dan een inspiratiesessie. En voor die powervrouwensessie hebben wij gevraagd. Maybrit Mobach, bekend van RTL Boulevard en Holland Topmodel. Toen vonden mijn dochters het interessant worden. En Dorothee van Vredenburg van de Raad van Bestuur van Nationale Nederlanden wereldwijd. Dus ik bel Jules op. Ik zeg, Jules, niet om het een of ander. Maar is het echt de bedoeling dat ik daar dan tussen sta? Ja, zei Jules, we hadden jou als eerste bedacht en de rest eromheen. Oké. Dus wij die inspiratiesessie in het Douwe Egberts Café in Rotterdam van Nationale Nederlanden. Topavond, echt hartstikke leuk. Maar Dorothee was ook zo leuk. En die zei, we gaan het nog een keer doen. Jij en ik en hem met nog iemand anders erbij. En dan gaan we dat gewoon herhalen. Dus die avond was geweest. Echt hartstikke leuk. En dit is echt de grootste giller voor als je mij kent. Ik denk, minder dan een week daarna stond er in Glamourland online, whatever, 4 Nederlandse topvrouwen om in de gaten te houden. Ja, echt. Maar hoe die foto's, ik zou zeggen, zoek het nog eens op. 1 was Oysel Gülsen, zeg ik dat goed, van Supertrash. Die had een been met, ik heb vandaag voor het eerst hakken aan, maar zij had hakken. Daar moest je met een laddertje op klimmen en met een been tegen de muur. Dat was haar foto. De tweede foto was Aniek van Wonderen. Ook glamour tot en met. De derde was dan Maybrit Mobach. En als vierde topvrouw Diana Koster in een bloemetjesjurk. En ik weet, Auke, je houdt van de bloemetjesjurk. Vooral die bruine met die roze bloemen. Maar ik dacht voor vandaag, geen bloemetjes. Beetje in de kleur. De vorige keer rode jurk, over nagedacht. Tot zover de mode. Niet geheel naar de smaak van de dames, want die vonden het toch... Ik had beter een andere jurk aan kunnen doen, ja. En de schoenen, ik zei, ik heb pumps. Dat zijn geen pumps, er zit een bandje op. Dan zijn het gewoon schoenen met hakken. Maar ondertussen ook bij koffietijd en alles om die boodschap te kunnen verkondigen. En wat ik zo ontzettend bijzonder vind van mijn topvrouwen cliënten, dat die altijd bereid zijn om mee te gaan en hun verhaal te vertellen. Zowel in het boek als op tv, dat vind ik echt heel, heel, heel bijzonder. Want ik kan iets vertellen, maar als vrouwen het uit ervaring vertellen, komt de boodschap natuurlijk veel krachtiger over. Nou klinkt dat allemaal fantastisch of alle wind mee zit. Maar geloof mij, er zijn ook hele grote stormen tegen. En een van die stormen tegen is de gevestigde orde van psychologen. Niet allemaal, maar een groot deel van EMDR Nederland. Die wel zeggen van, ja weet je, je bent misschien verloskundige. Je hebt wel mensenkennis, maar je hebt geen kennis van de psyche. Je moet daar eigenlijk niks over zeggen. En dan zeg ik, ja, ik snap dat. En ik snap dat het jullie specialiteit is. Maar wat doen we met de vrouwen voor wie het een stapje te ver is om naar een psycholoog te gaan? Gaan we dan zeggen, als je niet gaat, krijg je geen hulp. Ja, daar geloof ik niet in. Ik geloof dat iedereen hulp verdient. En ja, het was eigenlijk zo sterk en er kwamen zo steeds meer vrouwen die echt last hadden van hun bevalling, dat ik dacht, maar daar moet nog meer voor gebeuren. Dus ik heb een EMDR-opleiding gevolgd en ben nu andere verloskundigen die ook coach zijn, dat aan het leren. En sommige psychologen komen ook en sommige artsen. Omdat, ja, en dat is dus ook de reden van dit boek. Waarom is dat nou zo super belangrijk? Kijk, een bevalling staat toch vaak te boek als het mooiste wat er in je leven gaat gebeuren. Het staat in je top 5 van mooiste dingen. Dat geldt helaas niet voor iedereen. En de impact die een traumatische bevalling kan hebben op een vrouw, op haar partner, op het kind en op de relatie tussen die drie valt niet te onderschatten. En ik denk dat we dat eigenlijk met z'n allen onderschatten. Claire Stramrood, die ook mee heeft gelezen in het boek. Ik weet niet, Claire, ben je er al?
Ja, oh, kijk je overheen. Zo iemand zit in de verte te kijken. Is gepromoveerd op dit onderwerp. PTSS, posttraumatische stressstoornis na een bevalling. En de cijfers zijn zeg maar 1-2% van de vrouwen in Nederland. Zeg 2000 vrouwen tot 6000 vrouwen per jaar. Maar als je kijkt naar het aantal vrouwen wat zegt... mijn bevalling was eigenlijk een negatieve ervaring na 3 jaar. Dat is tussen 25% en 30% van de vrouwen. Dus dat zijn echt forse aantallen. En heel veel van die vrouwen denken dat zij de enige zijn die zich zo voelen. En ik weet niet of jullie vandaag misschien toevallig op Facebook hebben gekeken. Er stond een artikel in het de Stentor en Gelderlander over dit onderwerp en over mijn boek wat vandaag uitkomt. En toen kreeg ik een mail van een vrouw van 29 jaar geleden. Wat ontzettend goed dat nu dit boek er is. Ik wou dat ik dat 29 jaar geleden had gehad. Nou, ik kan dan echt zo ontroerd raken dat ik denk, 29 jaar, wat een eenzame tijd moet je dan hebben gehad. Als je denkt dat niemand je hoort. En natuurlijk had ik net als iedereen die bevalt naar mijn eerste boek gezegd, dit ga ik echt nooit meer doen. En natuurlijk was ik, of natuurlijk voor mij, was ik bij het schrijven van het eerste boek 20 kilo aangekomen. Dat hoort zo bij een zwangerschap. Dat was er net weer af. Toen kwam boek 2 en nou, maar 10 kilo, waarvan nu bijna de helft er al af is. Dus dat is, zit vooruitgang in, zeg maar. Maar als ik dan zie dat sommige vrouwen in het netwerk zeggen van... nou, we waren met 4 vrouwen bij elkaar, we hadden allemaal columns, een paar flessen wijn... en binnen 2 weken hadden we het volgende boek, dan denk ik, wat doe ik verkeerd? Alleen, dit is een boek waar ik ook weer zo zuinig op wil zijn, omdat... de vrouwen die hier zo dapper zijn geweest om hun verhaal te delen, om andere vrouwen te inspireren, ja, die verdienen alle aandacht. En daarom ben ik ook heel blij dat jullie hier zijn. Maar ik was ook wel heel bang, omdat ik natuurlijk heel veel getuigen had die wisten dat ik zei, ik ga dit echt nooit meer doen. Dus in eerste instantie ben ik in het geheim gaan schrijven. Het was een soort geheime zwangerschap. Zelfs voor Tess en Brechtje was het geheim, zelfs voor mijn moeder en mijn schoonmoeder in eerste instantie. Ja, Niek die wist er natuurlijk wel weer van. en zoals altijd had ik zijn zegen. Maar omdat ik het met niemand wilde delen, omdat ik eigenlijk bang was voor de oordelen van zou je dat nou wat doen en je hebt het al zo druk en moet dat nou en voelde het ook heel erg eenzaam. En als ik terugdenk aan 2015 vond ik dat eigenlijk een eenzaam jaar. Klinkt heel gek als je voor zo'n heel grote groep bestaat. Maar eenzaam was het niet vanwege mijn gezin, wat er altijd is en wat de grootste geluk is. Maar juist omdat je niet met mensen gaat delen waar je mee bezig bent, omdat je bang bent dat ze er wat van gaan vinden, ga je het niet zeggen. En sluit je jezelf eigenlijk een beetje af, waardoor ik mijn eigen eenzaamheid voor een deel in stand hield. Dat was toch bijzonder om te merken. Dat kan zelf van mijn eigen boek ook nog wel wat leren. Want dat ging ondertussen voor de 5e druk. Dus dat moest ik nog een keer doorlezen. En toen had ik af en toe dat ik dacht, oh ja, dus als je het druk hebt, moet je iets leuks gaan doen. En je moet ontspannen, oh ja. En nou, er stonden best handige tips in, moet ik zeggen. Nu een tweede boek. Ja, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar toen wij onze eerste kregen, voelde dat voor mij als 2 ouders met een kind. Nou, hartstikke leuk. Toen we de tweede kregen, voelde het ineens als een gezin. Toen ik mijn eerste boek geschreven had, dacht ik, een verloskundige coach met een boek. Nu zijn het er 2. Het lijkt wel een schrijfster. Nu over het boek. Als je een nare bevalling meemaakt op het allermooiste moment van je leven, is het alsof de bliksem inslaat. Het is alsof de bliksem inslaat in je gevoelscentrum. En daar kan je over praten tot je een ons weegt. Maar praten zijn je nieuwe hersenen, de neocortex. En niet daar waar die bliksem inslaat. En als je een auto-ongeluk krijgt. En dat, daar dank ik Katinka voor. Die zit ook ergens, dacht ik. Ja. dat is een van de feedbackgevers. En zelf ook psycholoog. Die zei van, weet je, een mooi voorbeeld is. Als je een onderscheid maakt tussen zeg maar trauma met een grote T. En dat is het levensbedreigende trauma zoals het in de DSM-5 staat. En dat moet echt levensbedreigend zijn. Of trauma met een kleine t.
Want het is niet aan ons om te bepalen of iets traumatisch is voor mensen. Dat kan je alleen zelf bepalen. Wij kunnen hetzelfde ongeluk zien gebeuren en jij hebt er niks van en ik heb er een trauma van. Ik heb vele bevallingen begeleid, maar er zijn er een paar waarvan ik denk zo, met een schouder die heel moeilijk kwam, daar heb ik toch lang last van gehad. Daar kan je niet kiezen. Het is iets wat je overkomt. Maar als het je overkomt, hè, als je een auto-ongeluk krijgt, is heel vervelend. Kan traumatisch zijn. Maar als je een auto-ongeluk krijgt op de mooiste dag van je leven, dan is dat eigenlijk een dubbel trauma. En dat niet te onderschatten. Ik ben heel trots op de vaders die zo dapper zijn geweest om hun verhaal in het boek te delen. Want dat was een terecht commentaar na het eerste boek. Perfecte moeders bestaan niet. Perfecte vaders zeker wel. Nou, deze dames hebben er een. Dus ja, inderdaad, perfecte vaders bestaan. Maar de verhalen van de vaders, de impact die een traumatische bevalling kan hebben op een partner. Als je erbij staat en je ziet je partner pijn lijden en je kan niks doen en je voelt je machteloos. En de laatste verhalen, het laatste verhaal is eigenlijk het perspectief van de moeder, het perspectief van de vader en dan samen. Want je kan elkaar echt kwijtraken door een nare bevalling mee te maken. En als je kijkt wat het voor vrouwen voor gevolgen kan hebben, ik denk dat een deel van de vrouwen die een depressie ontwikkelt of een angststoornis of een burn-out krijgt, wens ik dat daar voortaan gevraagd zal worden, maar hoe was je bevalling? Is het mogelijk dat dat het begin van een verandering was? En als je keihard werkt, en de meeste vrouwen die ik begeleid werken keihard om alle ballen in de lucht te houden. En die doen zo ongelooflijk hun best, maar je blijft die gevoelens wegduwen. Hoe hard je moet werken om dat weg te duwen, dat houdt geen mens vol. En dan uiteindelijk krijg je een burn-out of een depressie of een angststoornis. En word je behandeld voor het gevolg. En niet voor de oorzaak. Terwijl als je de oorzaak aanpakt, kan je met een paar gesprekken eigenlijk al zo ver komen dat mensen het allemaal weer zelf kunnen. En als je dat niet doet, heeft dat gevolgen voor je relatie. Aanstaande vrijdag sta ik op een groot congres voor relatietherapeuten. Als mensen elkaar kwijtraken, omdat je vrouw ineens heel anders reageert. Want als je heel gestrest bent, ben je prikkelbaar, ben je snel geïrriteerd. Dus die mannen, wat is er met haar nou aan de hand? Wat is er ineens? Hè? Heel anders. Je bent, je hebt flashbacks, je slaapt slecht, je wordt overvallen door nachtmerries. Of je wil helemaal niks meer met bevallen zwangerschap te maken hebben. Je wil met niemand op kraamvisite. Die impact is echt niet te onderschatten en kan dus ook die relatie ongelooflijk onder druk zetten. Maar niet alleen dat, ook de baby. De relatie met de baby. Kijk, weet je, als je iets vervelends meemaakt, bijvoorbeeld, je maakt een overval mee en je werkt bij een benzinepomp. Dan kan je zeggen, nou, voortaan ga ik op de boekhouding werken en hoef ik dat niet meer mee te maken. Maar als je een nare bevalling hebt meegemaakt en je wil toch nog weer een keer zwanger worden, dan zit je, moet je nog een keer erdoorheen. En daar zijn mensen heel angstig voor. Of je baby is voor jou een, zeg maar, een soort levende herinnering aan de traumatische gebeurtenis. En dat is ongelooflijk zwaar om dan goed voor je baby te zorgen. En baby's reageren heel erg op hun ouders. En dan heb je een grote kans om in een soort vicieuze cirkel te raken. Wat ik heel mooi vond, is een van de feedbackgevers van het boek, die is ook hier, Ineke. Waar zit Ineke? Ja, zelf kinderarts. En die zei ook van, als een van de opmerkingen, voor kinderartsen is dit boek een aanmoediging om bij huilbaby's ook te kijken naar de bevallingservaring. Vind ik zo mooi gezegd. Het is zo allesomvattend. En wat ik interessant vond, dat we via de uitgeverij, via Françoise, ook even contact is geweest met RTL Late Night. Dat is natuurlijk mijn wens. Maar ja, er zitten geen BN'ers in dit boek. En het woord trauma en bevallingen is toch niet echt heel interessant voor de media. En ik denk dat we dan met z'n allen echt ontzettend onderschatten. En hoe kan ik dat nou bewijzen? Ja, kijk, ik heb wetenschap. En Yvonne, waar zit Yvonne? Daar achteraan. Daar was ik vorige week paranimf. En die is gepromoveerd nu dokter in de verloskunde. En die heeft met haar onderzoeken naar maternal distress ook dat echt meetbaar gemaakt. En Claire, die hiervoor zit, heeft samen, die werkt bij het UMC als gynaecoloog, bijna klaar. En samen met Martine Hollander van het Radboud, die hebben afgelopen maandag een oproep geplaatst op social media. Alleen op social media. Heeft iemand een traumatische bevallingservaring, zou je zo vriendelijk willen zijn om deze enquête in te vullen? Het is voor wetenschappelijk onderzoek.
Nou, ik kan jullie vertellen, voor wetenschappelijk onderzoek, een enquête, daar doet eigenlijk zeg maar niemand aan mee. Dus hoeveel hadden jullie gehoopt? Een 100? 150 hadden ze gehoopt in een maand dat 150 mensen alsjeblieft zo vriendelijk zouden willen zijn om die enquête in te vullen. Nou, media van Nederland, het leeft verder niet hoor. Op maandag ging die enquête online op Facebook en Twitter. 48 uur later hadden 1500 mensen die enquête ingevuld. Inmiddels staat de teller bijna op 2000 en krijgen ze mails van mensen die zeggen, ik ben in 1999 bevallen, mag ik dan ook nog meedoen? Dus het leeft. Ook zeggen mensen, praat je mensen niet een trauma aan? Nee, als dit boekje niet aanspreekt, dan pak je het ook niet op. Je pakt het op omdat er een behoefte is. En het is het eerste boek in zijn soort dat hierover gaat en laat zien hoe allesomvattend het is. En iemand die het al gelezen had, zei, oh, als babyconsulent mis ik nog dit. En als therapeut, ja, ik pretendeer niet dat het volledig is. Sterker nog, er zijn 30 of 50.000 woorden uit. Ja, dat is zeg maar ook een boek. Want ik ben net zo lang van schrijven als van vertellen. En ik zal het niet al te lang doorgaan, want dan komt die borrel er nooit van. Maar waar ik mee wil eindigen is dat ik ongelooflijk dankbaar ben. Dankbaar dat ik van Niek de ruimte heb gekregen om weer zo weinig aanwezig te zijn en te schrijven. En het eerste boek had ik opgedragen aan Tess en Brechtje. En nu dit boek aan Niek, The Wind Beneath My Wings. En dat is echt zo. En het bijzondere is, toen ik bij Nationale Nederlanden bij die Powervrouwenavond was, stonden we daar met 3 powervrouwen en werd ons iets gevraagd. En toen kwamen we erachter dat we eigenlijk alle 3 zo'n man achter ons, naast ons, voor ons hadden staan, die The Wind Beneath Our Wings was. En anders waren we nooit zo ver gekomen. En ik weet dat Niek dit strontvervelend vindt. En vorige keer kwam hij ermee weg, maar nu niet. Dus Niek, wil je even gaan staan? En Tess en Brecht, kom er dan ook maar bij, want dat is niet zo erg voor papa. En als je dan dat videootje terugkrijgt van de vorige keer, dan denk ik, wat zijn ze groot geworden, die dames. En nog net zo vervelend, hè? Maar er is één iets wat wel leuk is. In de meivakantie ga ik lezingen geven in Hof van Saxe. En daar hebben zij er ook eindelijk iets aan. Maar een applaus voor dit topgezin, want zonder hen... Nou, en dan natuurlijk jullie allemaal bedankt voor jullie komst en de hartverwarmende woorden. Ik zag net al mensen met 8 boeken weglopen. En toen zei ik, moet ik die allemaal gaan signeren? Dat is op zich wel grappig, die Eftelingrij. Ik weet niet of jullie hem gezien hebben. Echt hilarisch. Zelfs uitgezonden via Periscope. Ik zou nog even zwaaien naar Sonja die geopereerd is en niet kon komen. En alle anderen die ik vergeten ben. Excuses ook weer naar jullie, maar voor Niek, want die maakt ook hele mooie websites voor mij. En ik ben te laat geweest met het aanleveren van de content van de website jebevallingverwerken.nl. Dus die is er nog niet. Staat wel in het boek, had al lang klaar moeten zijn. Excuus, kan ook niet alles. Verder wil ik Dick bedanken die achterin staat. En mensen vroegen, staan er weer zulke mooie illustraties in? Ja, er staan weer zulke mooie illustraties in. Dankzij Dick, die dat ook nog een keertje aan durfde. Katrien en Françoise van de uitgeverij België en Nederland, ook super. En dan mijn 26-koppige denktank. Dat moet je nooit doen. Want 26 mensen hebben 26 meningen. En ik heb ze allemaal gevraagd omdat ik hun mening heel waardevol vond. Dus had ik het uitgedraaid. En met 26 Stabilo-stiftjes hier van de Paagman in 26 kleurtjes heb ik 26 feedbacks door dat hele boek heen gewerkt. Dus het boek is ongeveer een keer of 30 doorgeworsteld. Maar wat ik het natuurlijk heel belangrijk vind, zijn de mensen waar ik het voor geschreven heb. En ik wist niet dat het bestond. Maar er
Ik heb afgelopen vrijdag een soort Oscar gekregen. Voor mijn gevoel in ieder geval een Oscar. En die heb ik gekregen van een cliënt. En dat heeft me geraakt. Ik vind het heel bijzonder wat mensen voor cadeautjes bedenken. Terwijl het al zo'n cadeautje is om mensen te mogen begeleiden. En zien dat ze het zelf weer kunnen. En de voorkant van het boek was eerst anders. Was een beetje dramatischer. Maar toen zei ik van ja, het voelt toch nog te zwaar. Het is niet hoe ik het in gedachten had. Het moet liefdevoller zijn. Het moet niet laten zien hoe zwaar het is als je zo'n zware bevalling meemaakt. Maar laten zien waar we het voor doen. Zeg maar een soort, zoals Dick het noemde, Madonna met kind. of Niek, ik weet niet, die twee hebben dezelfde humor. Dus het zijn kunstzinnige mensen eigen te zijn. Maar ik wilde dat het de liefde uitdrukte. Omdat het heel, als je zo'n zware tijd hebt, is dat het allermoeilijkste om ook lief te hebben. En het beeldje wat ik van deze cliënt kreeg, is dit prachtige beeldje. En dat beeld heet Onvoorwaardelijke Liefde. En zij gaf het mij voor mijn onvoorwaardelijke liefde voor dit onderwerp. Voor mijn onvoorwaardelijke liefde voor mijn cliënten. En omdat zij door dat coachingstraject weer onvoorwaardelijke liefde kon voelen voor haar kind. En ja, dat in combinatie met dit is precies de reden waarom ik hier sta. Uit onvoorwaardelijke liefde. En ik gun alle baby's onvoorwaardelijke liefde van hun ouders. En ik gun ouders om hun trauma's te overwinnen, zodat je onvoorwaardelijk van je kind kan houden. En ik hoop dat jullie een knetterhard applaus willen geven als er een aantal cliënten zijn die hun verhaal in dit boek hebben staan en naar voren durven komen om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Ik vind het prachtige, krachtige ouders. Ik vergeet nog even één ding te zeggen. Er is ook een hoofdstuk in het boek over als je kindje overlijdt tijdens de bevalling of in de zwangerschap. Dat is extra gewoon allesomvattend om dat mee te maken. Om iets moois te verwachten, de verwachting op en dan een kindje wat komt te overlijden. En er zijn mensen die zeggen van, goh, past dat dan wel in het boek? Het is een ontzettend zwaar onderwerp en dat is ook zo. Maar ook als het misgaat, heb je recht op rouw, op liefde. Rouw is de andere kant van de medaille die liefde heet. En ik ben ontzettend trots dat er ook ouders hier in de zaal zitten die zo'n verlies hebben geleden. En toch zijn gekomen. En ik hoop dat een aantal van jullie naar voren willen komen. Toppers allemaal. Echt super, dankjewel. En dan als er eventjes te bedanken, de mensen die zo gek zijn geweest en zo lief om feedback te geven in de gezelligste familie week van het jaar, namelijk tussen kerst en oud en nieuw. Dat kan alleen ik bedenken, maar ik had wat vertraging opgelopen, omdat, dat hebben jullie misschien al gezien, mijn vader ernstig ziek is en hier vanavond ook niet kan zijn. En ja, dat hakt er toch wel in. Hij denkt aan me, ja, natuurlijk. Een aantal van jullie zijn er wel. En wil je dan even naar voren komen om je boek in ontvangst te nemen? Psychiaters Meike
Lambrechtse van den Berg en Sascha Katz. Kinderartsen Ineke de Kruijf en Carol Lesham. Cora Harteveld en José Stolk, infant mental health specialisten. Inge van Kamp, Renske Dullemand, Claire Stramrood en Els Dufremont, gynaecologen. Katinka de Wijs en Tosca Gort, psychologen. Marjan Sepers, EMDR-specialist. Sarah van Marle-Jurissen, huisarts. Antoinette Kuiper van de Mercier en Angelique Verstegen, bevallingsverwerkingsspecialisten. Sabrina Boekhout en Gerdien Raasveld, ervaringsdeskundigen. Els Schepens, psychotherapeut. Yvonne Fontijn Kuipers. En Lilian Werken, verloskundige. En de zaal is nog niet leeg, mama. Jeannette Rietberg en Daan Westrink, rouwspecialisten. Karin Wagenaar, emotional focus therapist. En Jacqueline van Gent, mijn intervisiemaatje. En vooral niet te vergeten Marlijn Visser, verloskundige, coach, bevallingsverwerkingsspecialist, denktentlid en bovenal lieve, lieve vriendin. Dankjewel voor je appjes en je gebeden op het juiste moment. Dankjewel voor je steun. En dankjewel dat je het komend weekend met me meegaat naar België. Omdat de Belgen even een soort misverstand tussen Nederland en België. Ik zei, kunnen jullie de lezing een beetje clusteren? Mevrouw Koster, we hebben de lezingen geclusterd voor u. We hebben 6 lezingen in 3 dagen. Kom, kom, kom. Persoonlijk gesigneerd met andere tekst. Dus je moet je eigen boek er even tussenuit. Ik ben beter in boeken weggeven dan in boeken verkopen, dat is duidelijk. En dan is het nu tijd voor de borrel.